Hoi, ik ga vandaag mijn EOS hervullen. En dat ga ik dus met de volgende ingrediënten allemaal doen. Allereerst, ik ga dus een pannetje vullen met water. En dan ga ik straks de ingrediënten ga ik dan in mijn smeltpannetje doen. En die ga ik dan verwarmen dus op mijn gasfornuis. Dus pannetje met water, die gaat op het gasfornuis. De spulletjes gaan in mijn smeltpan. En die plaats ik er dan zo op. En dan kan ik ondertussen ook nog eventjes roeren, zodat alles goed geroerd is. En als ik klaar ben, haal ik dit er vanaf. En dan kan ik het zo heel simpel gieten in mijn EOS-houder. Verder ga ik gebruiken cacaoboter en bijenwas. En ik heb dit allebei gekocht bij de tuinen. Op zich vond ik één zo'n potje nog aardig prijzig. Maar ik heb mijn bijenwas nu al meerdere malen gebruikt. Ik heb hier al gezichtscreme van gemaakt. Ik heb hier al 2 keer lipbalsems mee hervuld. Dus dit wordt mijn derde. En eigenlijk als je mijn potje ziet, dan lijkt het eigenlijk alsof die nog helemaal nieuw is. Alsof er niks uit is gehaald. Dus hoewel het potje wel, volgens mij was het potje iets van 10 euro of zo, wel prijzig was. Zoals je ziet, ik kan hem heel erg vaak gebruiken. En als je eigenlijk alle lipbalm bij elkaar optelt, wat ik dan straks met dit potje zou kunnen maken, dan ben ik veel goedkoper uit dan wanneer ik iedere keer een EOS of een Balmy of zo zou kopen. Cacaoboter gebruik ik nu voor het eerst. Dus de eerste keer. Ik hoop dat mijn recept lukt. Want ik heb dit nog nooit eerder geprobeerd. Als ik hem openmaak, ziet het eruit alsof het ook zeg maar zulke korrels was geweest. Maar het is aan elkaar vastgesmolten. Dus moet maar even kijken hoe dat zo te plukken gaat zijn. Eruit te halen gaat zijn. Niet meer zo makkelijk als die. En verder ga ik 2 druppeltjes pepermunt. Waar sta je? Pepermuntolie erbij doen. Dat vind ik wel lekker. Een mooie combinatie met cacaoboter en pepermunt. En daarbij heb ik ook bij de tuinen gekocht. En ik ben wel naar een van de medewerkers gegaan van de winkel. En ik heb gevraagd. Ik ben op zoek naar een pepermuntolie. Wat in mijn lipbalsem kan. Wat dus echt op mijn huid mag. Maar ook stel dat ik daar met mijn tong overheen ga. Dat dat niet kwalijk is. En toen hebben ze dit voor mij gepakt. Hebben ze die voor me gezocht. En als ik ook kijk, dan zie ik, het is inderdaad voor oraal gebruik. Dus dat betekent dat je het in mag nemen. Dat staat er ook, 1 of 2 keer per dag zou je dit mogen innemen. Wel verdund met een lepeltje honing, zeggen zij dan. En het kan ook in bad, enzovoort, enzovoort. Dus ik heb er echt voor gezorgd dat ik niet zomaar een pepermuntolie heb gepakt. Ik heb er echt eentje gevraagd, waarbij ik heb uitgelegd, ik wil mijn lipbalsem ermee een geurtje geven en een smaakje geven. Dus dit is waar ze dan voor mij hebben gepakt. Verder heb ik nog een pak candy melts. Dit heb ik gekocht bij Yamin voor 5 euro. Eigenlijk om snoep mee te maken. Dit kan je gewoon makkelijk smelten en dan ook bijvoorbeeld echt mee kleien. Dan kun je hele mooie snoepjes mee knutselen, zeg maar. Maar ik ga 1 van die candy melts ga ik erin doen voor de kleur. Dus dan ga ik proberen een mooie groene pepermuntkleur te krijgen bij mijn cacaoboter pepermunt smaak EOS. Goed, aan de slag. Ik heb alvast in het pannetje 1,5 gram bijenwas gedaan. Dat komt neer op ongeveer 9 of 10 van die kleine korreltjes. En dan heb ik alvast in een glaasje 8 gram cacaoboter gedaan. Dat heb ik er een beetje uitgeschraapt met een mes. Dus het is wel handiger als het korreltjes waren geweest. Dat was wel wat makkelijker. Ik heb hier nog een klein beetje op mijn mes. Dus dat ga ik gewoon eventjes met mijn servetje een beetje afhalen. En dan alvast de binnenkant van mijn EOS ermee een beetje vet maken. Zo, een beetje insmeren. Ik heb mijn man gevraagd om eventjes de onderkant los te maken voor me, want daar ben ik zelf niet zo handig in. Wat hij gedaan heeft, is hij heeft een sleuteltje gepakt en heeft die onder zo'n richeltje geplaatst en het zo uitgewipt voor me. Nou, heel erg fijn. Wat ik nu doe is, ik draai hem om en dan ga ik hem alvast in de bovenkant, waar ik dus zo meteen ga vullen. Daar ga ik hem er dus in draaien. Zo, dan kan ik dit zo vullen. Oh, die plaats ik gewoon even zo. Dan blijft hij mooi staan. Dat is veel handiger.
Oké, ik ga hiermee nu naar mijn pannetje met water en dan ga ik het water koken en dan ga ik dit daar dus insmelten. Tot zo! Mijn bijenwas is gesmolten. Heb jij trouwens geen smeltpannetje? In een van mijn eerdere filmpjes deed ik het ook altijd zonder mijn smeltpannetje. Dus dan laat ik je dus zien hoe ik het met een kommetje hiervoor deed. Ik zal mijn filmpje hieronder bij de beschrijving van het filmpje even een link plaatsen. Heb jij dus geen smeltpannetje, dan kan je zien hoe ik het dus eerder altijd deed voordat ik een smeltpannetje had. Want dan doe je gewoon een kommetje dus in een pannetje met water. Dan gaat nu mijn cacaoboter erbij. En dit ga ik dus weer opnieuw naar mijn pannetje toe. En dat ga ik met mijn garde, met mijn mini garde, even mixen. Ik doe 2 druppeltjes pepermuntolie. 1. 3 zijn het per ongeluk geworden. En ik doe een 1 candymelt. Kijken of de kleur al goed is. Ik heb dit nog nooit eerder gedaan. Dus ik moet ook maar even kijken of 1 genoeg is. Ah, ik vind het al wel oké. Giet het maar. Oh, even kijken, is mijn candymelt goed? Nee. Niet goed opgelost nog. Moet wel even snel zijn. Kijk maar hoe snel dat gaat stollen. Zie je dat? Het is alweer helemaal aan het hard worden. Leuk hè? Al kan ik dit vast op mijn lippen smeren. Dat voelt lekker. Ik ga dit in de koelkast plaatsen om hard te laten worden. En dan zien jullie zo meteen het eindeffect. En zo komt het uit de koelkast. Vaak laat ik het ongeveer 2 uurtjes in de koelkast. Dit keer wat langer, want ik had gisteren geen tijd meer. Dus vandaag weer een nieuwe dag. Heeft er echt een hele dag er wel in gestaan. Ik haal hem er zo uit. Ik zet het onderkantje, draai ik er dan weer op. Druk ik er dan weer op. Ik denk ik draai het wel, maar dit moet je dus drukken. Zo, erop gedrukt. En dan ga ik hem openmaken. En daar komt hij. Tada! Dat is hem. Helemaal leuk. Even aan ruiken. Oh, heerlijk. Ik ga hem even op mijn lippen smeren. Hij is nog heel koud. Hij is nog heel koud van de koelkast. Oh, ik had nog lippenstift op, dus dat zie je er nu gelijk op. Niet zo slim van mij. Maar ik vind hem heel mooi geworden. Ik vind hem heel mooi gelukt. Vind je het filmpje leuk? Geef het een like. Abonneer hier mijn kanaal voor nog meer van deze video's. Daar is mijn mans kanaal. Die maakt geen lipbalsem. Die doet weer andere dingetjes. En 2 leuke filmpjes. Doepa doe!